Eindelijk kunnen we van start met het ONK. De paasraces werden uitgesteld door extreme koude. Nu gaan we van start met mooi weer met het WK Superbike. De start van het wegrace seizoen Open Nederlandse Kampioenschappen. Danny de Boer vertrekt vanaf pole positie. Naast hem Kevin Valk en Tristan Lentink. Daar hebben we hem in beeld. Nigel Walraven schiet naar voren op de Amici Hugé Suzuki. Tristan 1. En hier in de Noordbus onboord bij Allard Kerkhoven. Hij ziet daar de achterzijde van Koen Zeelen. En heeft een slechte training meegemaakt en had problemen. Hoort natuurlijk veel verder naar voren te zitten. Een wijde lijn daar voor Tristan Lentink. Dan is Kevin Valk naar voren geschoven van het RAC Racing Team. En ook Nelson Rolvers op de BMW maakt een goede start. Een valpartij dan. Het is Randy Gevers die crasht omdat hij van achteruit moest starten. En hij neemt Alex Ott mee. Onfortuinlijk. Randy Gevers kan zijn weg vervolgen. Alex Ott niet. Maar later zou Randy Gevers toch nog moeten opgeven met zijn Aprilia. Helaas. Want Randy hoort natuurlijk ook minimaal in die top 5 in deze klasse. Nigel Walraven aan de achterzijde van het circuit. We zitten in de bult. En dan gaan we naar Mandeveen Duikersloot. Danny de Boer is op het achterwiel van de Suzuki-rijder. En kijk, poef, daar komt binnendoorzeilen Kevin Valk. Maar Danny de Boer pareert. Kevin rende laat, komt wijd. En dan komt Danny de Boer weer terug naar de tweede plaats. Prachtige plaatjes, zo laat op de dag. Want zij reden de opening van het ONK bij de Dutch Superbikes tijdens de World Superbikes. De derde ronde op het TT-circuit van Assen. En dus hebben we nog aardig wat publiek op de tribune zitten in de GT. Die genieten van deze prachtige race. Danny de Boer. In de achtervolging bij Nigel Walraven. Richting de Haarbocht. Hij kijkt even, maar komt er nog niet voorbij. Heel veel werk is er gebeurd bij het Amici Hugé Racing Team van Nigel Walraven. Want hij startte ook in de stock 1000 met een wildcard. En dan heb je een andere setup van de Suzuki. Daar worden de motoren nog even opgeruimd van Alex Ott. Eentje dus, want Randy Gevers zoals gezegd weer op de baan. En dan zien we Nelson Rolvers ook naar voren komen. Nelson Rolvers gaat brutaal voorbij Kevin Valk. Valk die zich natuurlijk concentreert dit seizoen op het IDM. En Nelson Rolvers die overgestapt is naar BMW, weet natuurlijk dat dat een goede motor is. Ze hebben bijna allemaal al geweldig getraind in Frankrijk of in Spanje. Allard Kerkhoven hier, die dus zoals gezegd ver naar achteren stond en ook niet echt goed naar voren komt. Hij heeft problemen. Jarko Grotenhuis kwam voorbij. En ook Bertus Volkersma, de nummer 9. Bertus Volkersma ook op BMW. Dus je ziet hier heel duidelijk dat Allard Kerkhoven niet mee kan komen, het tempo niet kan volgen. Het ligt echt niet aan de coureur. Het is de motor die niet goed loopt. De Kawasaki ZX3. We zijn weer vooraan met Danny de Boer, nog altijd achter Nigel Walraven. In de GT en hij remt daar een beetje naartoe. Hij komt er nog niet voorbij. Daarachter dus Kevin Valk, die weer voorbij gekomen is aan Nelson Rolvers. Ook Tristan Lentink nog goed voorin. Grote klasse, trainde dus naar die derde plaats. Is dan ongetwijfeld nog erg zenuwachtig bij zo'n start van voren. Maar het ging heel erg goed. Daar de Duitser met rijnummer 222, Heinz-Reiner Düssel. We hadden ook nog een andere Duitser erbij, Steve Jacobs. En de Belg Richard White. Mooie groep. Nigel, Danny, Nelson, Kevin, Tristan. Door de strubben weer. Danny de Boer hier in het kielzog. De slipstream van Nigel Walraven. Maar kijk eens, de kracht van de BMW van Kevin Valk. Komt er voorbij, niet alleen voorbij Danny de Boer, maar ook voorbij Nigel Walraven. En meteen duikt Danny de Boer achter Kevin Valk aan. Een verstandige move. Moet dan wel kunnen. Maar Danny de Boer dus voorbij nu aan Nigel Walraven. Even het voetje daar van Kevin Valk speelt op het asfalt. Even die balans zoeken in de BMW. Dat was in de bult. En hier dus weer in Mandeveen Duikersloot. Richting Meeuwemeer dan. Hogerheide en dan die roemruchte Ramshoek. Prachtige plaatjes. Weinig vaste camera's. Er waren slechts 2 vaste camera's toegestaan in verband met de strenge regels van de Dorna, de huidige organisator van de World Superbikes.
dus wat meer onboord. Ik vind het niet erg. Mooie plaatjes zijn het. Hier die vaste camera, natuurlijk in de GT. Kevin Valk, Danny de Boer, Nelson Rolters, Nigel Walraven. Moet toch nu een klein beetje lossen. Heel veel kilometers heeft hij gemaakt hier op het TT-circuit dit weekende. Vanwege dus de start in de Stock 1000. Maar hij lijkt toch een klein beetje te moeten lossen. En het zal misschien ook een beetje de vermoeidheid zijn. Had wat last van opgepompte armen. Reed naar een keurige 12e plaats in die zwaar bevochten Stock 1000 klasse. En ook diezelfde dag dus nog, dat was aan het begin van de dag, maar aan het einde van de dag voor hem nog een optreden hier in de langere wedstrijd van het Open Nederlands Kampioenschap, de Superbikes. 14 ronden op het TT-circuit. Nog altijd zeer koude omstandigheden. Het hele trainingsschema werd ook vanwege de kou omgezet. Ze konden nog kwalificeren vrij kort voor deze wedstrijd. Maar de organisatie zit altijd met het vaste programma waaromheen dan dit soort bikeprogramma's moeten georganiseerd worden. En dat valt niet altijd mee. Maar de start van de dag was zeer koud met 3 graden, mist boven de baan en onverantwoord om daarin te kwalificeren. Dus die tijd werd benut als vrije training, waar onder andere ook meteen de boer gebruik van maakte. Daar Allard Kerkhoven in de achterhoede met die onboordcamera. Het gaat niet goed met Kerkhoven. Maar het is toch nog tijd om te kwalificeren later op de dag. En zo rond de klok van 5:30 werd deze wedstrijd verreden. Dit zijn de koplopers Kevin Valk en Danny de Boer. Danny de Boer moet lossen. Kevin Valk wint de eerste wedstrijd voor het Open Nederlands Kampioenschap. Danny de Boer wordt tweede. En Nelson Rolvers van het Pirelli JR Superbike Team wordt keurig derde. Ik heb je eigenlijk nooit zo blij gezien met een tweede plaats. Hoe kan dat? Nou, blij. Ja, kijk, die punten die zijn binnen. Dat is het belangrijkste. Voor het kampioenschap is het goed. Helaas moest ik vanaf een rondje of 8 moest ik lossen. En ja, op zich vind ik dat jammer. Dus ja, blij. Ja, beperkt blij. Kevin Valk, je wint op Assen. Het leek heel makkelijk. Nou, in het begin, ik had niet zo'n hele goede start. Ik ging als vierde en toen nog even een klein gevechtje met Nelson. Maar op een gegeven moment dat ik naar de leiding kwam, kon ik mijn eigen race rijden. En de band hield super en mijn motor deed heel goed. Dus ik ben echt blij met deze overwinning. Ja, je motor deed het goed. Jij deed het goed. Ja, oké, maar ja, je doet het allemaal met z'n allen. Zeg maar, de banden, het is allemaal een ophoping van. En ik ben blij dat ik deze 25 punten op mijn naam kan schrijven. Maar die competitie ligt jou, hè? Op het moment dat het erom gaat, de wedstrijd is nog wat anders dan de training. Jij bent een wedstrijdbeest. Absoluut. Ja, ik ben niet echt een trainingman, maar meer met de wedstrijd dan zie ik iemand, dan vreet ik me gewoon op en ik wil gewoon altijd winnen. Ja. Nelson Rolvers, derde. Je vader had het gehoopt, maar niet gedacht. En jij? Hetzelfde. Ik had verwacht dat ik het tempo nog niet bij kon houden, maar Pirelli en BMW, geweldig.